Justin, ja, niet zo lang na de cross in Meulebeke staan we hier bij Pita Musti. Is dat jouw guilty pleasure? Ja, na de cross kan dat wel eens smaken, inderdaad. Ja. En ja, ik hoorde straks Toon Aerts, onder andere Tim Herlier, allemaal frieten, maar jij wil pita. Ja, het is al even geleden dat ik pita gegeten heb. Meestal is het ook frietjes van het frietkot, maar dat is eens iets anders. Ja, en dit is jouw favoriete plaats? Ja, het is ook de enige in Zevenhem, dus, en ook een hele goede, dus dat zal smaken. Absoluut, we gaan eens kijken binnen. Hè? Ja, oké. Okay. Herkent jou de man? Dat weet ik niet, ik denk het niet. Maar je komt toch geregeld? Ja, het is al een tijdje geleden. Ja. Waarom is dat nodig na zo'n cross om dan iets vetter binnen te hebben? Voor de wedstrijd heb je toch, let je een beetje op je eten, dat je niet te vetten probeert. Dus dan na de wedstrijd kan het wel eens deugden dat je iets vetter mag eten. Ja, dat wel. Ja. Let je veel op wat je eet in je voeding? Want ja, je staat scherp, hè? Nu nog niet echt. Ik probeer wel zo een 2 dagen voor de wedstrijd niet te vettig te eten, zodat dat niet op mijn maag of zo kan liggen. Maar zo tijdens het begin van de week, daar eet ik eigenlijk gewoon, ja. En eigenlijk alle crossers eten vandaag friet of pita of pizza? Ja, inderdaad. Dat denk ik wel, dat dat een traditie is na de cross. Ja. Sorry, ja. Nee, dat is leuk. Oké, we gaan eens zien of het klaar is wat je besteld hebt. Ja, oké. Is het met friet erbij ook? Ja, normaal wel, ja. Goedenavond. Hallo, goedenavond. Een vleesvot of brood met een mayonaise alsjeblieft. Maar alle groentjes? Zonder groentjes alsjeblieft. Ja. En dan 2 kleine met... Broodje of schotels? Met schotel alsjeblieft, ja. Kleine schotels? Met looksaus alsjeblieft. En daarom alle groentjes, ja. Alle groentjes? Het is ook nog groentjes toch? Van mij niet. Is dat alles? Vriend? Nee, van mij niet. Ja, dat is alles.